Hoi, heb jij de vorige keer ook geluisterd naar Sinterklaas en het bezuinigpiet? Nou, dat gaan we dan vandaag. Gaan we verder met het verhaal. Sinterklaas en de bezuinigpiet, deel 2. Oh, oh, Sinterklaas was moe. Heel moe. Dordrecht, Hogeveen, Hollandse Veld, Elim, De Wijk, Koekangen, Zuidwolde, Zwolle, Ruinerwold, Ruinen en nog heel veel andere plaatsen en steden was de Sinterklaas geweest. Gelukkig was er het klooster waar hij altijd kon logeren. Beter nog, wonen. En dat in Hogeveen. Daar kon hij het paard Americo in de stallen laten, de pieten konden werken en oh wat kon Sinterklaas daar altijd lekker slapen. Nu kwam Sinterklaas in een gewone auto. Hij had al in een rubberboot gezeten, al op Americo, in een rijtuig en zelfs in een helikopter om maar overal te kunnen zijn. Sint klom met de hoofdpiet de trappen van het klooster op. Hij had echt zin in een kopje warme chocolademelk en even lekker zitten in zijn grote stoel. Gelukkig had de hoofdpiet de sleutel en niet Vergeetpiet of de Hullepiet, want dan was hij nooit binnengekomen. Hoofdpiet opende de grote houten deur bovenaan de trappen en liet Sinterklaas naar binnen. Sint zette zijn mijter af, zijn werkmijter op. Daarna liep hij langs de schaatsbaan, de pepernotenkeuken en zelfs langs zijn slaapkamer naar de grote ontvangstkamer waar hij zijn heerlijke, lekkere, luie stoel had staan. Sint ging lekker zitten en de huispiet bracht hem een heerlijk kopje warme chocolademelk met een paar pepernoten. Heerlijk vond Sinterklaas dat. Huispiet en hoofdpiet bleven rustig staan. Ze waren ook wel een beetje moe van alle dansen en zingen vandaag. Brrr, klonk het in de grote zaal. Brrr, klonk het nog eens. En toen ook Sinterklaas, brrr, zei en zat te rillen van de kou, vroeg Sinterklaas. Is het nou koud? Is het nou koud? Of heb ik het koud? Brrr. De pieten gaven toe dat zij het ook heel koud hadden. Het was ook heel erg koud in het klooster van Sinterklaas. Waarom is het hier zo koud, pieten? Vroeg Sint. Dat weet ik niet, Sinterklaas, zei huispiet. Dat weet ik niet, Sinterklaas, zei de hoofdpiet. Brrr, zei Sint. Het is koud, en waarom is dat? Waarom is de kachel niet aan? Dat wisten de pieten niet. We gaan het regelen hoor, Sinterklaas, vertelde de huispiet. Wij zoeken het uit hoor, Sint, beloofde de hoofdpiet. Beide pieten gingen snel weg. Huispiet zou de verwarming aanzetten en hoofdpiet zou uitzoeken waarom de kachel uit was. Hoofdpiet zocht overal. Bij de washoek, op de schaatsbaan, in het hospitaal en zelfs in het pakjesmagazijn. Wie zou dit nou toch gedaan hebben? Huispiet ging naar de verwarmingsregelaar. Hij draaide naar links, naar rechts, maar de schakelaar deed niets. Huispiet gaf er een klapje op. Dat wilde wel eens helpen. Maar de temperatuurschakelaar deed niets. Brrr. Huispiet klappertandde terwijl hij het warm had van inspanning. Beide pieten deden hun best, maar hoofdpiet kwam er maar niet achter wie nou aan de knopjes had gezeten. En huispiet wist niet hoe hij de verwarming weer aan moest krijgen. Huispiet ging dus maar met bibberende benen naar Sinterklaas. Ik weet het niet, Sinterklaas, klappertandde hij. De kachel deed het vanmiddag nog. Hoofdpiet kwam ook binnen. Ik weet het niet, Sint. Niemand weet wat en de meeste pieten zijn op het dak. Sinterklaas stond rillend op uit zijn stoel. Brrr. Als Sinterklaas wist wie de kachel had uitgedaan, wist hij ook hoe de verwarming weer aan kon. Dat is net zoiets als wie het licht uit kan doen, kan het licht in de kamer ook weer aandoen. Sint liep door het klooster.
Hij keek in het Ranja Laboratorium, in de bibliotheek, de pepernotenkeuken. Hij keek zelfs in het hospitaal, maar daar lag iedereen te slapen. En hij keek zelfs stiekem even in de wc. Nergens een aanwijzing, nergens iets te zien, behalve dan een kachel die het niet deed en helemaal koud was. Pas toen Sint weer bijna de trap naar beneden af was gelopen, zag hij in een hoekje de bezuinigpiet. Bezuinigpiet lag te rillen, te draaien en te kreunen. Hij lag te kreunen, te draaien en te rillen, maar slapen deed hij niet. Bezuinigpiet, zei Sinterklaas. En ineens zat Bezuinigpiet recht overeind. Heb jij aan de kachel gezeten? Is het daarom zo koud hier? Oh, wat had Bezuinigpiet nu graag in Spanje gezeten. Sint, de verwarming kost heel veel hoor. En Sint, de lampen moeten toch ook uit als er niemand is. Maar, en dan moet de kachel toch ook uit. Sinterklaas schudde met zijn hoofd. Of het nou van de kou kwam of dat hij het ook niet begreep, dat weet ik niet. Bezuinigpiet, nu is het heel, heel, heel erg koud. En nu kost het heel, heel, heel veel om het klooster weer warm te krijgen. Bezuinigpiet kwam onder zijn dekentje vandaan en gaf het aan Sint. U mag mijn dekentje wel hebben hoor, Sint, zei hij. Daar hebben we helemaal niets aan. Zet de kachel maar weer aan, dan wordt het weer lekker warm. Dan kunnen alle pieten straks lekker en goed slapen. En als je goed hebt geslapen, kun je de volgende dag ook weer goed de daken op. Bezuinigpiet deed wat Sint had gezegd en maakte de kachel weer aan en zorgde dat de verwarming het weer deed. Sinterklaas ging weer lekker op zijn stoel zitten en nam nog een lekker kopje chocolademelk voor hij ging slapen. Maar toen Sint bij zijn bed kwam, ja, dat zul je niet te geloven, lag Grapjespiet in zijn bed. Zei Sint. Maar ja, dat is eigenlijk weer een heel ander verhaal. We gaan heel snel het volgende deel weer doen van Sinterklaas en de Bezuinigpiet. Zeg tegen papa en mama dat ze Hoogveen Online moeten volgen op Twitter. Of gewoon moeten kijken op Hoogveen Online. En dan zie je binnenkort en kun je volgende keer luisteren naar Sinterklaas en de Bezuinigpiet. En dan gaan we voor deel 3. En dan zeg ik als stukjeschrijver, doei. Doei. Nee, gewoon doei.